Maandagavond zijn energiecoaches in het zonnetje gezet door de gemeente. Dat gebeurde bij een training voor de nieuwe lichting energiecoaches. We hebben vanavond de uitreiking van de certificaten voor de energieambassadeurs, de energiecoaches, de klushulpen die zich hebben aangemeld. Die zijn vrijwillig om mensen te helpen met verduurzamen, maar vooral ook om energie te besparen. We zien nu dat natuurlijk de nood heel erg hoog is, dat mensen last hebben van een hoge energierekening. En dan hebben we geweldige vrijwilligers in Katwijk die mensen helpen, die zich aanmelden om op een laagdrempelige manier energie te besparen. Dus we hebben vanavond hier van de uitreiking, omdat ze een bepaald traject hebben doorlopen, een certificaat ervoor hebben verdiend. Een van de vrijwilligers is Mark. Vanavond hebben wij onze eerste training tot energiecoach gehad. Dat was een gemengde training samen met de energieambassadeurs. Die hebben de training inmiddels afgerond en wij zijn er vanavond aan begonnen. Hoe ging dat? Het was leuk om collega vrijwilligers, energiecoaches te ontmoeten. Ook de ambassadeurs te ontmoeten. We worden opgeleid om de energiebespaarmaatregelen tot ons te nemen en mee te nemen naar de inwoners van Katwijk. En dat vinden wij erg leuk. Ik ga nog twee trainingen krijgen. Naast energiecoach ben ik ook klushulp. Dus ik ben mijn klushulptraining heb ik afgerond. Dat betekent dat ik ook daadwerkelijk al bij inwoners langs ga om die maatregelen zelf toe te passen. Dus naast het adviseren breng ik ook zelf de radiatorfolie aan. Dus daar ben ik al volop mee bezig en ik hoop zo snel mogelijk ook als energiecoach bij de inwoners voor de deur te staan. Inwoners van Katwijk kunnen van de energiecoaches een energiescan krijgen. Hulp bij installatie van duurzame producten of gewoon advies. Het is op dit moment natuurlijk zo dat het aantal vrijwilligers natuurlijk nog wat beperkter is. Hè, ook omdat we nu natuurlijk die actie zijn gestart. Maar er melden zich genoeg mensen, wat we even terugkrijgen van de energiecoaches. Dat we soms inderdaad ook moeten gaan kiezen van wie gaan we wel helpen, wie gaan we niet helpen. Ik ben zelf ook een keer mee geweest. En het is ontzettend mooi om te zien hoe ze dat doen. Hoe ze echt even alles op een rijtje zetten voor iemand. Wat er kan gebeuren in hun huis. Maar ook qua gedrag. Hè, want veel energiebesparingsmaatregelen kun je niet op korte termijn nemen. We moeten eigenlijk meer kijken naar het eigen gedrag om de energierekening omlaag te brengen. Ja, daar helpen ze heel goed bij. Dus ik vond het ook altijd leuk om daar toen bij mee te gaan. En we hopen natuurlijk dat ook veel meer mensen dat gaan doen. Dus we zijn nu ook heel erg druk bezig om dat verder te gaan promoten. Dus als mensen zich willen aanmelden als vrijwilliger, doe vooral mee. Ik denk dat je er zelf altijd heel veel van kan leren. Ik wil zelf ook zo'n cursus gaan doen. De energieprijzen zijn natuurlijk ontzettend gestegen. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben om de rekening te betalen. Dus als je kleine energiebespaarmaatregelen toe kan passen, bespaar je toch aardig wat geld. Maar niet iedereen kan dat zelf en daar hebben zij soms hulp bij nodig. Nou, daarvoor zijn wij als vrijwilligers in het leven geroepen om ze daar een handje bij te helpen. Dat is eigenlijk de eerste reden. En de tweede reden is dat je bijvoorbeeld door die toepassingen best wel aardig wat gas kan besparen bijvoorbeeld. En daarmee draag je ook je steentje bij aan klimaatverandering tegen te gaan. Elke inwoner van onze gemeente kan zich melden. Iedereen die denkt dat hij wellicht maatregelen aan zijn of haar huis kan toepassen, maar twijfelt wat hij precies moet doen, kan contact opnemen met energie@katwijk.nl en vragen om een energiecoach of energieambassadeur of klushulp. En dan gaan we een afspraak maken. Wat kost dat? Dat is helemaal gratis, ja. Het kost helemaal niets.